Juster is hij tuiskam uit België, Lwewe Westra. Hij zette daar dit weekend een goed resultaat wel, het twart te worden bij de ronde van België. Het plan wie om deze week het in Friesland even te bekomen. Maar een soort reerst is er net bij voor de Friese Hutfietser. Want zo'n Duert is het definitief. Westra keert naar de Olympische Speel. Jewet uh, onder de training uh, weinig uh, kennen fietsen, want we winnen al die Dus uh, Toen wist ik wel dat het uh, bekend uh, is. Worden. Dat de Vries naar de speelontarget is net een verrassing. Want de resultaten binnen Nota Prima. Een 29-jarige hutfietser wint onder oren de kening een rit in parijs nice En we tweede bij de Tiertritten en in het eindklassement. Een topprestatie. Toch wie Westra zelfs nog net wist van een ticket-nelon. Ja, dat best nooit zeker natuurlijk. Helemaal met het fietsen. Ja, dat Marse natuurlijk wel gezond, Leo. Nou, ik, ik ben gewoon, ik had een heel goed fiatseizoen draaid en daarna ga ik rust na. En. Uh, uh, ben ik, uh, van de week in België ben ik weer begonnen. En bij die conditie waar ik liep, werd in in klassement. Dus uh, dat zei er heel goed uit. En ik denk uh, dat dat de trotslag is dat hij zei: van uh, ja, ik jou nou gewoon zeker niet. En uh, dat is voor die jongen ook beter. En, uh, ja, daar ja, ben ik gewoon heel blij mee. Nu natuurlijk. Nou, kan ik me uh, uh, rustig bereiden op, op, uh, op de speel natuurlijk. En uh, ja, dat jouwt natuurlijk gewoon heel stuk rust. Westerari to twee mannen in Londen, de wedstrijd op de dik en de tierdriet. Wie wender van de tienje wil nog net een speculeren hoe zijn kansen? Eerst dit weekend, Mars. Want dan staat het criterium de Dauphine in Frankrijk op het programma.